Goedenavond iedereen. Welkom. Welkom in de balie, een volle bak vanavond. Leuk om te zien. Mijn naam is Tim Wagemakers en vandaag presenteer ik met Hiske Versprillen. Ook wel bekend en misschien wel berucht van het Pool. Ik weet niet of... Nou, ja, valt wel mee toch? Ja, als ik je zo zie, dan valt het allemaal hartstikke mee. Waar gaan we het vandaag over hebben? Jullie zijn hier allemaal gekomen omdat we het gaan hebben over ambachtelijk Amsterdam. Over de culinaire ambacht in Amsterdam, over lekker eten, over hoe we dat kunnen faciliteren, hoe de gemeente misschien wel kan helpen. En we hebben zelfs een heuse première van een documentaire van Debbie Koudenburg en Tony Telson over de pasteibakkerij. Het verhaal, wie kent het verhaal van de pasteibakkerij? Dan weten we meteen wat we nog wel... Ja, dat zijn er wel redelijk. Hele schare fans. Ja, ja. Goed om te zien. Nou, daar gaan we na de pauze, die om iets 9:30 ongeveer zal zijn, naar kijken. Maar voordat we dat doen, ik weet niet alles van eten in Amsterdam, maar ze zeggen dat jij er iets meer van weet. Dus ik zou je willen vragen of jij ons even wil meenemen door Voedsel Amsterdam. Ja, zeker. Ik vind het ook heel erg leuk om hier te zijn, zeker omdat waar we het over hebben vanavond ongeveer mijn favoriete onderwerp is. Namelijk mensen die heel goed zijn in het maken van iets heel erg lekkers. Dus ik vind altijd dat ambachtslui, mensen die heel erg, die dus goed zijn in het maken van lekkere dingen, die zich daarin bekwamen, altijd iets heel romantisch hebben. En iets alsof ze vanzelf goed in het leven staan en op de juiste manier bezig zijn. Omdat elke keer dat ze iets nieuws maken, leren ze hun eigen vak weer een beetje beter kennen. Leren ze de grondstoffen waarmee ze werken, hun ingrediënten weer een beetje beter kennen. En dus dat soort dingen eten vind ik vaak heel erg lekker, maar het geeft me ook een soort goed gevoel. Een soort idee van, ja, dit is de manier waarop ik wil consumeren. Of de manier waarop ik graag in de stad ben en waarop ik bezig ben. En ik ben niet de enige die dat vindt. Ik was namelijk gisteren op de Horecava. Dat is de horecavakbeurs, die is ieder jaar in de RAI. En dat is normaal gesproken, dat zijn verschillende hallen. Je hebt een grote frituurhal, de Snack Arena heet dat. Daar heb je dan alles voor je frituurmanagement en softijs, innovaties en dat soort dingen. Maar dit jaar had je dus op de Horecava een hele aparte hal voor mensen die iets ambachtelijks wilden doen. Een foodfestival wilden organiseren met foodtrucks en allemaal ingehuurde hipsters met zeg maar... van die wekpotjes met cocktails erin en pulled pork en allemaal dat soort dingen. Want ik sprak daar dus met een aantal mensen en die zeiden die ambachtelijke beleving, dat is wat de consument wil. Nou ja, dat herkende ik natuurlijk meteen. Want zoals ik net vertelde, vind ik dat iets heel moois. Maar dat is wel echt iets in Amsterdam van de afgelopen 5-8 jaar. Het feit dat het echt als een soort golf... Dat foodie gebeuren over de stad heen is geslagen. Als je kijkt naar 8-9 jaar geleden, toen waren er nog geen rollende keukens en geen foodhallen. En de Ecoplaza bijvoorbeeld, dat heette nog gewoon de natuurwinkel. En er hing zo'n soort van beetje wierook, geitenwolle sokkenachtig geurtje, wat je nooit helemaal goed thuis kon brengen. En er was nog geen markt met een Q. Foodfestivals. Daar hadden we allemaal nog nooit van gehoord. Dus dat is echt, in heel korte tijd is er een hele grote aandacht, of eigenlijk een hele nieuwe subcultuur ontstaan rond, dat beetje hipsterige food gebeuren. En ik heb het idee dat die hele subcultuur eigenlijk is gebouwd rond het idee van dat ambacht, wat natuurlijk al zo lang als de mensheid ongeveer bestaat. Dus dat komt volgens mij, en dat herken ik ook wel bij mezelf, vanuit een soort... verlangen naar dingen die uniek zijn, of naar maatwerk, of naar zorgvuldigheid. In een tijd waarin je vaak denkt van dingen worden een beetje afgeraffeld, of dingen zijn 13 in een dozijn, het ziet er allemaal hetzelfde uit. Want daarin ben je dan op zoek naar iets wat door iemand met heel veel aandacht en liefde is gemaakt. Nou ja, dat spreekt dus heel erg aan. En het is een reactie op... De soort alomtegenwoordigheid van voedsel in het algemeen. Hè? We hebben te maken met een soort obesitas-epidemie in de stad. Er wordt, waar je ook naartoe gaat, er is overal eten te krijgen. Ik liep laatst vanuit het Centraal Station van Spoor 15 over het Damrak naar de Dam. En toen in het station zelf, heb ik even meegeteld, kwam ik al
16 plekken tegen waar ik onmiddellijk iets kon kopen wat ik onmiddellijk kon opeten. En op het Damrak nog 36 plekken. En dat was zeg maar dat kleine wandelingetje van spoor 15 naar de Dam toe. Maar er zijn... Het is dus een beetje een soort van schizofreen idee dat aan de ene kant is er dus heel veel aandacht en heel veel aantrekkingskracht ook bij dat ambachtelijke werken, bij die liefde en die aandacht en die daaraan hangt. En aan de andere kant heb je juist te maken met allemaal massa geproduceerd en ongezond voedsel wat je overal kan vinden. Die ambachtelijke bedrijven, die nieuwe, dat was vroeger natuurlijk het enige wat we hadden in de stad. Hè? Je had smitsers en bakkerijen en slagerijen. En dat was eigenlijk waar mensen hun boodschappen deden. Maar een vraag die we vanavond zeker ook zullen gaan stellen met de ambachtslui die er vanavond zijn, is de stad nou eigenlijk nog wel ingericht op dat soort producerende bedrijven? Hè? Als je kijkt naar bijvoorbeeld slachterijen of grote fabrieken, dat soort zaken, die zijn allemaal uit de stad verdreven. Er zijn af en toe ook best problemen met de ambachtelijke bedrijven die dan bijvoorbeeld een rookoven willen hebben waar de buren dan last van hebben. Of een smidsen waar wat herrie wordt gemaakt. Het is over het algemeen niet zo steriel of zo afgelegen als andere soorten bedrijven. Dus het is voornamelijk heel interessant, denk ik, om het erover te hebben. Als we dat soort ambachtelijke bedrijven in de stad willen hebben, wat daar dan de meerwaarde van is om ze in de buurt te houden en ze niet naar de afgelegen industrieterreinen te verdrijven, zeg maar. Dus dat is een van de vragen die ik vanavond graag aan de mensen zou willen stellen. Ik geloof dat jij... De... Alleen nog uitleggen hoe we dat gaan doen, toch? Ja, heel goed. Ja, wil jij dat doen of zal ja, ik dat doen? Nou ja, we hadden afgesproken dat ik het zou doen. Oké. Okay. Ja, ja, dus wat gaan we doen? We gaan eerst praten met Dini Schouten en Floris Brester van de Pasteibakkerij. Die kunnen ons vertellen wat het ambacht eigenlijk is en hoe je een mooie charcuterie opbouwt. Dan daarna komt Rick Nelson van Oedipus Brouwerij, die vertelt hoe zij groot zijn geworden. En volgens mij hebben we dan genoeg om eens een keer richting de gemeente te gaan. Maar dat doen we niet voordat Sebastiaan Aals, die daar zit, van Food Cabinet, ons vertelt nou ja, wat de gemeente de afgelopen jaren wel of misschien ook wel niet heeft gedaan op het gebied van voedsel. En daarna hebben we Marianne Poot van de VVD, Tjer Bakker van de SP en Jasper Groen van GroenLinks, waarmee we nog even een rondje kunnen maken naar de rol van de gemeente hierin. Dan is het bijna 9:30. Dan zijn er nog een paar vragen vanuit het publiek mogelijk. Dan gaan we even eten en wat drinken met z'n allen, want we hebben paté van de Pasteibakkerij en bier van Oedipus. Voor iedereen een paar slokjes en een hapje. En dan hoop ik dat jullie allemaal weer hier naartoe terugkomen, want dan gaan we kijken naar de documentaire van een VD en overtreding. Die duurt een 30 minuten en die is echt het kijken waard. Dus ik stel voor dat we gaan beginnen. Maar dan wil ik eigenlijk naar voren vragen Floris Brester en Dini Schouten. Als jullie daar willen gaan zitten. Misschien moeten we eerst even kijken naar een trailer van de film die over jullie pasteibakkerij gemaakt is. Ja. We denken dat we de hulp van een advocaat nodig hebben. Erger dan we dachten, we hebben deze brief gekregen. Waarschuwing. Wij willen met onze vier handen willen alles goed doen. Maar het kan toch niet als ze ons naar het industrieterrein deporteren? Daar komt het op neer. Dan ben je toch ook je particuliere klanten kwijt. De regels zo streng zijn geworden. Dan kan een bestuurs- en of strafrechtelijk traject volgen. Het ultieme zou zijn dat je ermee begon of zo. De zenuwen kreeg. Echt de zenuwen. Ja. Met die zenuwen zit wel goed hoor. Ja, dat is inmiddels beter. Maar dan niet het einde verklappen van de film. Nee, ik zeg niks. Ik begrijp dat dit zo goed... Dit gaat uitstekend. Ja, gaat heel goed. Hoe dicht? Zo? Zo. Ja. We zijn eenvoudige ambachtslui. We werken nooit met deze micro-elektronica. Die handen zijn gemaakt voor charcuterie, voor microfoons.
We zien jullie net voor jullie winkel staan, jullie prachtige pastijbakkerij in de Hoendiepstraat in Zuid. Kan een van jullie kort vertellen hoe jullie ertoe zijn gekomen om charcuterie te gaan maken? Want jullie zijn niet geboren in charcuterie gezinnen. Stel voor om dat in twee delen op te delen, als jij nou ook begint, dan kop ik hem in. Wat is het tweede deel? Oh. Nou, dat ik erbij kwam. Ja. Kan ik beter. Ik ben er niet in geboren. Ik schreef over eten op een gegeven moment in mijn leven en ik hield van koken. En ik hield. Is het goed te verstaan tot op de achterste rij? Bij je mond. Zo gaat goed. Zo gaat goed? Ja. Ik hield van pâté bijvoorbeeld, zoals ik in Frankrijk had leren kennen. En ik werd chagrijnig omdat ik dat niet kon vinden in Nederland. Niet in Amsterdam in elk geval. En toen ben ik het zelf gaan maken. En omdat ik niet zo'n grote maag heb, moest ik dat wel gaan verkopen. Ja, want anders leer je het nooit. Een pâté moet je maken en dan heb je altijd meteen minstens een kilo. In kleinere hoeveelheden kan het niet. En dat kan je niet op, dus dat doe je één keer voor een partijtje, voor je vrienden. Maar als je dan een jaar later weer doet, dan weet je niet meer hoe het was. En jij gaf al heel scherp en leuk aan dat het ambacht is. Dat je je ingrediënten leert kennen, dat je de technieken leert kennen, dat je steeds beter wordt. Maar ik vind, word zelfs verlegen als ik mijn publiek hier zie, want ik weet dat er vele slagers onder u zijn die dat allemaal nog veel meer hebben meegemaakt dan wij, want wij staan nog maar pas aan het begin. En wanneer kwam jij erbij, Floris? Kijk, daar zat ik een beetje op te wachten. Ja, ik dacht ik help je een beetje, ja. Deel 2. Nou ja, het is wel grappig, want ik kom ook uit de journalistiek, ben daarin begonnen. We hebben wat dat betreft misschien een beetje een andersomme weg bewandeld dan die van jou, want jij kwam eerst uit de keuken en bent nu een ster in de journalistiek. En ik was een beetje uitgekeken geraakt op de journalistiek en ging werken bij aan de Amstel, een fijn restaurant wat helaas niet meer bestaat. Maar helaas. De restauratrice en teur zijn er wel aanwezig. En daar hadden we heel af en toe spullen van Dini op de kaart. En met name haar preskop kan ik me nog als de dag van gisteren herinneren. En dat vond ik zoiets lekkers. En ik dacht, nou, ik ga daar gewoon eens snuffelen. Is een preskop? Een preskop is eigenlijk heel simpel gekookt varkenskop en snuitvlees. En dat dan in een persterrientje aangemaakt met zout, peper, misschien wat zuur. Ja. En dat is dus vrij stevig en compact. Dan kan je mooi dun snijden. En dan heb je een heerlijk voorgerechtje of broodbelegje of wat dan ook. Maar dat ken ik van Dini. En dat wou ik ook, want ik stak mijn neus daarin en dacht, ja, dat is nou een soort smaak die ik heel erg waardeer en die ik tot nu toe eigenlijk alleen in Frankrijk ben tegengekomen. Dus zo puur, en dan bedoel ik echt gewoon alleen zout en peper, dus geen verstegen worstkruiden, wat je veel tegenkomt. Want jij noemt ook Frankrijk, zeg maar, als een voorbeeld van de plekken waar nog wel dat soort charcuterie bestaat. Jij noemde dat net ook. Hebben wij geen cultuur op dat gebied, zeg maar? Hoe komt het dat het daar wel bestaat en dat het in Nederland er eigenlijk niet is of niet meer is? Nou, dat zijn een heleboel vragen tegelijk, geloof ik. Ik wil wel iets zeggen. Maar hoe komt het dat het er niet was? Een kleine aanvulling, dan kan ik misschien aansluiten op wat je vroeg. Doordat ik pâté ging maken, kwam ik natuurlijk in aanraking met waar haal je je varkensvlees vandaan. Dan kom je met de slachterij en met de leverancier en waar die beesten vandaan komen in aanraking. Ging ik me ook veel meer realiseren dat charcuterie, zoals dat in Frankrijk en ja, Duitsland is ook een prachtig charcuterieland, Italië natuurlijk ook, maar daar drogen ze veel meer, wat in Nederland niet kan. Ben ik me steeds meer gaan realiseren dat Nederland niet meer deed wat andere landen zijn gaan doen met hun charcuterie. Namelijk de goedkope delen van het varken zodanig tot iets te maken dat het kunst, dat het iets kostbaars werd.
En nu ben ik je vraag alweer kwijt. En waarom gebeurt dat niet in Nederland? En waarom dat niet in Nederland gebeurde, er is een heel moeilijk antwoord op te geven. Onze vriend Meerman heeft daar net een boek over geschreven, geprobeerd om de geschiedenis van de Nederlandse keuken te beschrijven. Die is een heel eind gekomen met dat het enige Nederlandse gerecht wat wij kennen eigenlijk de stampot rauwe andijvie is. Hoe het komt dat wij onze cultuur verloren zijn, ik denk dat het een te moeilijk antwoord is om te geven. Een van de dingen die ik altijd heb gedacht is niet de verklaring van Johannes van Dam dat het de schuld is van de huishoudscholen, maar wel dat het in Nederland, Engeland, Amerika, alle geïndustrialiseerde landen hun verbintenis met het land, dus met wat er met dieren gebeurt, wat er van dieren gemaakt wordt, kwijt is geraakt. Vandaar dat je ook merkt dat heel veel jonge mensen nu nooit van hun leven, tot mijn grote verdriet, want ik vind het allerheerlijkste wat er is, bloedworst hebben gegeten. Ja. Dat geldt als iets heel engs, maar je kent het verhaal. Ingewanden, orgaanvlees zijn in geïndustrialiseerde landen, Amerika natuurlijk ook, altijd iets afschrikwekkends. En dat zijn ze in gemeenschappen in Frankrijk die, ja, hoe zeg dat met een chic woord, ruraal zijn gebleven. Is dat iets minder weggeslagen. Ja. En los daarvan, hè, want we hebben net al een trailer gezien van jullie documentaire. Dingen waar je zelf ook veel over hebt geschreven zijn ambachtslui die het ook moeilijk hebben door bepaalde regels die in Nederland of strenger zijn of strenger worden gehandhaafd. Ja. Is dat ook anders in Nederland dan in andere Europese landen? Als het goed is niet, want we horen allemaal bij Europa, maar als jij op het platteland, hoorde ik laatst iemand tegen me zeggen, dat soort regels hanteert, dan krijg je gewoon geen bier meer in de kroeg. Dus misschien geldt het daar een beetje. Kun je dat concreet anders maken? Hoe dat, nee, hoe natuurlijk dat niet. Nee. Ja, maar wat zijn jullie ervaringen vanuit de pastijbakkerij? Nou, ik bedoel, er is natuurlijk de documentaire, maar dat, ja, is daar ga ik nog even dan niks NVWA over verklappen, dat want moeten dat we is niet spoileren. Maar als kleine ambachtelijke charcuterie in de stad, wat kom je dan zoal tegen? Nou, hopelijk niks. Nee. Hè, laat ik het zo zeggen. Ik wil namelijk zo min mogelijk bemoeienis met mijn business. Hè. Wij willen het gewoon doen zoals wij willen. Ja. En dat is af en toe een heel precair systeempje. Maar het lukt. En daar zijn we hartstikke trots op. Ik zeg, één ding kan ik verklappen uit film. Ergens zeg ik, nou, eigenlijk vind ik dat we subsidie zouden moeten hebben. Maar dat slaat natuurlijk nergens op, want wij zijn gewoon ondernemers. Zijn het een beetje van het slimmelige soort. Maar even zo goed zijn we dat. En staan wij helemaal voor onze producten en onze manier van produceren. Dus elke bemoeienis, die is me liever... Ja. Zijn er dingen waarvan jullie denken, jullie zei net ook, hè, je wil niet naar een industrieterrein gedreven worden. Dingen die de gemeente bijvoorbeeld voor jullie zou kunnen doen, die het in de stad produceren en in de stad werken voor jullie gemakkelijker zou maken? Nou, extra parkeerplaatsen voor mijn klandizie of zo. Hè? En er is wel zoiets, je had het net bijvoorbeeld over als je nu een slagerij begint, wat echt niemand doet, want er houden er echt veel meer mee op dan dat erbij komen natuurlijk. Maar, en je zou een rookkast willen hebben, je sprak er net al over. Ja. Dat gaat niet. Je krijgt zo'n vergunning gewoon nooit of te nimmer in de stad. Ik heb er een, die zit op het pand, wij hebben er een. En we zijn als de dood dat een van de buren ooit ergens bij de gemeente aan de bel gaat trekken. Want dan zijn die belangen waarschijnlijk, laten ze die belangen prevaleren boven die van ons. Terwijl bijna iedereen houdt van rookworst en spek. Maar daar is wel iets voor nodig. Ja. Maar er is wel iets voor nodig. Ja. Maar en bakkers hebben hetzelfde probleem. En
Ja, alleen ijssalons en snackhuizen hebben er geen last van. Die mogen alles. Ofzo. Ja, en als we een beetje richting afronding gaan, want dan zien jullie straks nog heel lang terugkomen. Waarom is dat ambacht volgens jullie zo belangrijk voor de stad? Ik bedoel, als ik jou hoor praten, dan is het meer dan alleen het lekker eten. Het is mensen in contact brengen met, het is... Nou, ik ben altijd heel erg onder de indruk geweest van de man die de bakkerswinkels is op gaan richten. Om in de stad te laten zien hoe leuk, hoe mooi werk je verricht als je zoiets doet. Die man wil dat weer zichtbaar maken. En in onze winkelwerkplaats merken we nu ook dat we heel veel mensen... Ja, lachend, met een grote grijns, mondhoeken omhoog, zien, beleven wat wij doen, hoe leuk dat is. En dat dat werk de moeite waard is, is een omslag. Die laatste 10, 20 jaar, nou ja, is ook een beetje geleuter over de geschiedenis, maar in mijn middelbare schooltijd gold het als verschrikkelijk... als je naar de ambachtsschool of naar de huishoudschool moest. En die waardering voor de ambachten is gelukkig wel teruggekomen. Alleen, ja, jullie vroegen net naar hulp bij de gemeente daarnaar. Die is eigenlijk nog helemaal niet zichtbaar. In die nota die jij geschreven hebt, waar jij aan mee hebt geholpen, Sebastiaan, staat iets van een loket waar je terechtkomt, kan... voor problemen als je vermorzeld wordt, zoals in ons geval, door de Voedsel- en Warenautoriteit. Want de regels, heb je het over. Ja, ja. Die Voedsel- en Warenautoriteit heeft regels die het eigenlijk niet mogelijk maken om in de stad een klein ambachtsatelier te hebben. En ik moet zeggen, ik mis dat zo in Amsterdam. Toen ik ging studeren, dat is dan al 40 jaar geleden. Toen had je nog kleine ateliers. Dat is allemaal weggevaagd. Dat is allemaal onzichtbaar geworden. En dat betreur ik zeer. Ja, en ja. Ik vind het fijn dat wij nu wel als voorbeeld dienen. Ik vind het ook fijn dat heel veel restaurants ook zijn gaan zien wat het inhoudt, een keuken. Dat is ook helemaal opengebroken als we het daarover hebben. Dus ja, voor de stad lijkt het me alleen al voor de jongeren van belang. Ik heb altijd het boek van Joris, niet Luijendijk, Joris van Kasteren in mijn hoofd. Die schrijft over zijn jeugd in Lelystad, waar een hele generatie is opgegroeid toen alle bijstandsmoeders daar naartoe gedwongen werden. Een jeugd die nimmer iemand heeft zien werken, behalve vakken vullen bij Albert Heijn. Ja. Ja. Nou, gelukkig zijn er nog wel initiatieven die van de grond zijn gekomen. We gaan zo luisteren naar Rick Nelson van Oedipus. Maar ik wil eerst jullie hartelijk bedanken voor dit eerste mini-gesprekje. En straks gaan we jullie bewonderen. Genoeg was geheel aan onze zijde. Een applaus. Ja, zoals ik al zei, zijn er dus ook initiatieven die van de grond zijn gekomen de afgelopen jaren. En misschien wel een van de meest in het oog springende is denk ik Oedipusbrouwerij. Daar kan ik wat over vertellen, maar ik denk dat Rick Nelson, die dat mede heeft opgericht, dat beter kan. Dus ik zou hem graag naar voren willen roepen, Rick Nelson. Hallo. Oké, dat gaat zo werken. Als het goed is wel. Ik moet ergens op drukken. Ja, de volgende klop. Andere kant. Daar? Andere kant van het groepje. Ja. Oké, kijk eens. Nou, welkom. Heel bijzonder om hier te mogen zijn. We zijn 4,5 jaar geleden begonnen, gewoon in de keuken. Ik ga er zo wat over vertellen. En het woord ambacht, ik moet zeggen, daar zijn we eigenlijk dagelijks niet echt mee bezig. Wij doen gewoon wat we doen en dat is bier maken. En wie zijn wij? Dat is van links naar rechts, dat is Alex, Paul, Sander... En ik ben Rick Nelson. En wij hebben alle vier een hele andere achtergrond. Alex heeft antropologie gestudeerd. Paul psychologie. Sander hydrologie. En ik heb op de kunstacademie gezeten. En geen van ons hebben gewerkt in een bierbrouwerij. Of hebben economie gestudeerd. Of marketing. Dus we zijn gewoon helemaal van scratch begonnen. Met iets
wat we leuk vonden en waar we door geraakt werden. Wat dat betreft zijn de verhalen van Hiske en van Dini en Floris heel herkenbaar. Wij werkten allemaal in een bierbar in Amsterdam, de Biertempel. En dat was een bar gespecialiseerd in bier uit Amerika. Nou, dus zullen heel veel mensen denken, Amerika, wat komt daar vandaan qua bier? Maar dat is de laatste 30 jaar misschien wel een van de meest vooruitstrevende landen met bier. Dit is een bierschap in een normale supermarkt in Amerika, voornamelijk in Portland. Deze keuze zou in de Albert Heijn momenteel nooit werken. Iedereen zou helemaal, denk ik, gestrest naar huis gaan. Maar in die bar waar wij werkten, kwamen die bieren wel bij ons. En we ontdekten van, wauw, wat zijn dat voor smaken? Deze bieren waren echt anders. Proefden anders, zagen er anders uit. Andere verhalen erop, andere namen. En dat zag je helemaal niet in Nederland. Het Belgisch speciaal bier, het Nederlands of Duits speciaal bier was eigenlijk vrij degelijk. En niet zo kleurrijk of niet zo extreem of uitgesproken. Dat wilden wij ook. En eigenlijk was er in Nederland nog geen brouwerij die dat deed. Dus dit is inmiddels ons assortiment. Maar daar hebben we wel lang over gedaan. We geloven dan ook dat er voor iedereen bier is. Dat we voor iedereen een bier kunnen brouwen die ze lekker vinden. Maar dat ze misschien nog niet alle bieren hebben gedronken. Omdat bier zo enorm veelzijdig kan zijn. En dat is raar, want heel veel mensen denken in bier. Nou, het is misschien pils of misschien een speciaal bier. En dan heb je het wel gehad. Maar qua smaken kan het breder dan wijn zijn. En dat willen we graag laten zien. Begonnen in de keuken dus. 25 liter. Gewoon, dit is in de Jordaan. En we waren wel gelijk ambitieus. We wilden elke week, soms zelfs twee keer per week 25 liter brouwen. Omdat we het echt wilden leren. We wilden ingrediënten inderdaad leren kennen. Maar ook, hoe maak je nou echt een recept? En hoe kan je dat blijven maken? Dat je echt iets hebt wat je uiteindelijk ook aan mensen kan geven. Het ging in het begin wel al vrij goed. Want mensen vonden ons bier wel lekker. En hetzelfde als Dini konden wij niet 25 liter in één keer zelf opdrinken. Dus gingen we veel naar buiten. En de eerste paar evenementen waren dan eigenlijk ook een soort illegaal. Want we gingen daar gewoon met onze mini-brouwerij naartoe. En mochten we eigenlijk niet verkopen. Sorry gemeente, sorry douane. We hebben dus geen accijns daarvoor betaald. Maar we deden het wel. En het mooie daaraan was inderdaad, wat Hiske zei het ook al, het verhaal over bier. Je staat er op een festival, dat waren niet eens allemaal foodfestivals, hele diverse foodfestivals. Met je mini-brouwerij en mensen zien dat en opeens wordt het toegankelijk en inzichtelijk. Dan vraag je aan iemand, hoe maak je bier? Voor mensen is dat echt een mysterie. Die denken, heb je heel veel geld voor nodig? Of je hebt daar, dat is zoals Heineken, dat is een gigantische fabriek. Maar dat hoeft helemaal niet. Je kan het al in je keuken doen. Doordat we dat op festivals deden en vooral heel nieuw en jong publiek in aanraking mee brachten, begon dat bier ook vrij snel te lopen. En werden mensen eigenlijk geïntroduceerd met heel veel nieuwe smaken. En voordat we het wisten, konden we ons bier eigenlijk ook naar de horeca brengen. En dat gebeurde in 2012 voor het eerst. Toen waren we een jaar bezig. Het gaat nog steeds over hele kleine volumes. Dat is 500 liter per bier. Doen we niet alleen. Er zijn met ons eigenlijk heel veel andere kleine brouwerijen. En ook andere ambachten, zoals Dini, maar ook mensen die kaas maken, brood maken, worsten maken. Dit was Kimchi Festival 2013, denk ik. Dat organiseren wij. Dan brengen we eigenlijk al die ambachten bij elkaar samen om te laten zien, kijk, dit wordt in de stad gemaakt. En heel veel mensen weten dat niet, dat een buurman of buurvrouw dat gewoon al kan doen. Een fantastische dag waar ook muziek werd geïntroduceerd om eigenlijk het heel toegankelijk te maken. Laagdrempelig, wat is nou precies ambacht en hoe is het anders dan wat er in de supermarkt gebeurt of wat je daar kan kopen. Nou, een van de dingen die we ook zagen vanuit Amerika die we echt anders wilden doen en ook om het denk ik toegankelijk te maken, was om een heel ander verhaal met bier te vertellen dan wat mensen tot nu toe vandaag de dag gewend waren. Dit is ons eerste bier, dat heet Mannenliefde. Dat is inmiddels ook het meest bekendste bier. En dat hebben we gemaakt omdat we een bierwereld zagen die altijd maar over de man ging. Alles was gefocust op de man. Als je de grote biermerken, dan is al hun reclame, marketing gaat erover. Ben je een man die houdt van voetbal en je zit graag op de bank, dan drink je Amstel. Ben je een succesvolle stedelijke man, dan drink je Heineken. Ben je een vrouw en je drinkt al bier, dan drink je waarschijnlijk een roze bier wat heel zoet is. En dat is dan Wiekse Witte Rosé. Nou, al die stereotypering, daar wilden wij vanaf. Wij dachten, bier gaat helemaal niet over of je man of vrouw bent. Dat gaat over smaak. En dat is eigenlijk heel individueel. We willen dat, en dat begin je door gewoon te proeven. Dat hebben we eigenlijk al geleerd in de bar waar we werkten. Door heel veel dingen te laten proeven aan mensen. En dan zag je, mensen kwamen naar binnen en die zeiden, ik hou niet van bier of mijn vriendin houdt niet van bier. En je liet ze gewoon wat proeven. En dan gaan ze opeens open van, wauw, ik wist niet dat ik dit lekker vond. Of ik wist niet dat dit bier was.
Inmiddels door Amsterdam. We zijn dus gegroeid eigenlijk door die festivals en door die hele, een hele andere benadering van een product eigenlijk op de markt brengen. Dat deden we heel intuïtief. Daar hebben we helemaal geen businessplans of marketing voor gebruikt. Dat deden we omdat we het zelf leuk vonden om naartoe te gaan. En omdat we zagen dat het ook echt werkte. Dat is vrij goed gegaan. We hebben een beetje een hobbel gehad op het Westerdok, waar we onze droom hadden om een brewpub te openen. Dat is een plek waar je kan, waar bier wordt gebrouwen en waar je het ook gelijk kon drinken. Dat is meer een situatie met de buren dan dat het met de gemeente was. Maar uiteindelijk zijn we in 2000, afgelopen jaar in april in Amsterdam-Noord in het gekke loods ingetrokken waar we wel een brouwerij hebben en waar we ook een vrij simpel proeflokaal hebben waar we het bier ook kunnen schenken. En voor ons is dat heel belangrijk om eigenlijk product, consument en onszelf, de producent, zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. Zodat je er ook over kan vertellen wat we eigenlijk vroeger op de festivals deden. En nu kunnen we dat in onze eigen brouwerij, de Achterziede brouwerij met de lampen. Dit was tijdens de opening. 12 bieren op tap die continu wisselen. En ja, waar je mensen wederom dat gevoel kan geven van hey, er zit een smaak tussen die jij lekker vindt. Ook al denk je misschien nu dat je niet van bier houdt. Ja, over ambacht, ik hoorde net ook iets zeggen over ja, sommige dingen die raken in de vergetelheid. Of die zijn gewoon heel moeilijk verkrijgbaar. Wij willen ons daar ook voor inzetten. Wij houden heel erg van zuurbier. Veel mensen denken dan, wat is dat? Is dat bijna wijn? Is dat cider? Voor ons ligt daar ook wel een beetje ons hart. Daar gaan we in ieder geval worden we heel warm van. Dus daar willen we ook naartoe. En we hopen dat de voedselwarenwet daar ook mee oké gaat. Want er zit nog wat haken en ogen aan. Maar dit is bijvoorbeeld in Amerika een brouwerij. Dit zijn niet wij. Hopelijk over 10 jaar. Dat zou heel mooi zijn. Een brouwerij waar heel veel bieren op zulke vaten liggen. Terug naar de brewpub in Amsterdam-Noord. Ja, een geweldige plek waar wij denk ik mensen kunnen bereiken. En waar mensen ook vanuit Amsterdam-Noord komen. Vanuit de stad en ook biergeeks, dat zijn wij ook, gewoon liefhebbers, nationaal en internationaal, om deze bieren te proeven. Er werd mij ook gevraagd om te denken van, ja, hoe zou de gemeente eraan kunnen helpen? Het is redelijk goed gegaan met ons, maar als we kijken naar onze hedendaagse medebrouwers, medeambachtslui, dan denk ik wel dat daar nog wel iemand in de gemeente, vanuit de gemeente kan zijn, die daar veel scherper een oog heeft over wat we eigenlijk doen en hoe we geholpen kunnen worden. En daar zou het eigenlijk mee moeten beginnen, denk ik. Met een soort aanspreekpunt die ons volgt. Niet iemand die alleen maar trends volgt, maar echt begrijpt wat we doen en wat we nodig hebben. En daar dus ook op inspeelt. Want een voorbeeld, misschien heb je het meegekregen, de kerstmarkt op het Rembrandtplein. Wat een grote debakel was, waar alleen maar niet hele mooie producten te krijgen waren. Dat zou een fantastische plek zijn om allemaal steentjes te hebben met wat er in Amsterdam gemaakt wordt. Lokaal, te gekke producten, juist ook voor toeristen heel interessant. En een trots om op te zijn van dit komt uit Amsterdam. Pastei van Dini, bieren van ons, worsten, waar dan ook vandaan. En dat hoeven wij natuurlijk ook niet alleen te zijn. Maar dat zou een hele mooie plek zijn. En als je iemand hebt die daar proactief in is, dan zou dat denk ik de stad enorm kunnen helpen. Volgens mij gaan we zo een biertje proeven, maar eerst nog een andere presentatie, denk ik, toch? Ja. Ja. Dankjewel. Dankjewel, Rick Nelson. Ja, volgens mij is het tijd om na al deze initiatieven ook eens te horen wat de gemeenteraadsleden ervan vinden. Dus ik wilde eerst voor een korte reactie naar voren vragen de gemeenteraadsleden en dan gaan we naar Sebastiaan. Dus een applaus voor Marianne Poot van de VVD, Chair Bakker, SP en Jasper Groen van GroenLinks. Hier gaan zitten, de deugd in het middag. Ja. Mooi om en om zo. Precies. Ja. Goed. We hebben nu 3 Amsterdamse ambachtslieden gehoord. En een beetje gezien hoe ze werken en gehoord waar zij tegenaan lopen. Heeft een van jullie alvast een korte reactie hierop, op wat jullie hebben vernomen? Nou, ik hoorde Dini Schouten zeggen. Kijk, waar ik in ieder geval mee eens ben, is dat het grote belang van dit soort ambachtelijk voedsel bereiden in de stad is volgens mij dat mensen weer zien waar voedsel vandaan komt. En dat die directe band met stadslandbouw, met eten hersteld wordt, dat het geen eenheidsworst is. En wat mij verbaast is dat zij schreef dat ze wel wat meer actieve ondersteuning van de gemeente had kunnen gebruiken. Er zou zo'n loket zijn. Volgens mij was dat nou een van de onderdelen uit die voedselvisie die wel werkte. Maar ik hoor dan dat daar dus blijkbaar niet de steun uit kwam die ze wilden. Dus dat lijkt me iets wat we gewoon snel kunnen oppakken. Ja, ja, de voedselvisie die is 2 jaar geleden door de gemeente naar buiten gebracht.
Daar gaat Sebastiaan straks meer over vertellen. En daar zullen we daarna ook verder over spreken. Over wat er met die voedselvisie is, is gebeurd. Nog een van jullie misschien die wil reageren op de ondernemers die we net hebben gehoord? Ja, graag. Allereerst ook alle respect. Hè, want ik vind het prachtig dat er zoveel aandacht is voor voedsel en voor ambacht. Dat vind ik echt heel erg mooi. Ik zie ook dat de laatste jaren weer echt toeneemt in Amsterdam. En naast het loket hoorde ik ook iets anders, waar ik zelf een groot voorstander van ben. En dat is eigenlijk, laat mensen gewoon ondernemen. En laten we nou zorgen dat we als gemeente niet allerlei ingewikkelde regeltjes opleggen met betrekking tot vergunningen of met betrekking tot reclame. En laten we zorgen dat mensen gewoon kunnen ondernemen. Dat is wat ik in ieder geval ook hoorde. En wat ik ook hoop dat het stadsbestuur op dit moment ook een beetje in praktijk aan het brengen is. Hoe luister jij daarnaar, Tjer? Zoals ik naar de avond luister, vroeger had ik altijd, als ik het echt niet meer wist waar ik over moest praten op een feestje, dan ging ik altijd over eten praten. Maar ik merk hier dat ongelooflijk veel liefde in het ambacht wordt gelegd. En ik denk dat als je door een gemiddeld schap van Albert Heijn loopt of zo, dan zie je die liefde niet. En ik denk dat het belangrijkste is wat het is. Alleen het probleem is natuurlijk als je als gemeente dat wil stimuleren, dan moet je dus maatwerk leveren. Dus zoals Marianne zegt, dan moet je dus eigenlijk als overheid veel meer ruimte bieden aan ondernemers om dat te doen. Ja. En dan moet je dus ook, als je zoals de regels waar de eerste sprekers tegenaan liepen, als het gaat om bijvoorbeeld die rookkamer. Ik woonde zelf in een buurt waar een rookkamer was. Nou, dan wil je echt niet weten hoeveel stank dat oplevert. Daar moet je dus wel met de buurt uitkomen. Ja. En ik denk dat we als college of als collegepartijen nu bezig zijn met een project. Dat is een experiment. Dat heet de Paarse Krokodillenbrigade. Die allemaal dat soort conflicten ook probeert op te lossen. Stuk voor stuk overal naartoe gaan, kijken wat is een bekend voorbeeld is patisserie Kuit. Hè? Als je het hebt over ambachtelijk bedrijf, dan is het of Holtkamp of Kuit. Hè? Dat zijn de belangrijkste patisserieën. Ja. Dat is het goede woord, hè? Ja. En die Kuit was het onmogelijk om een salon aan een patisserie te koppelen. En daar was eigenlijk de eerste keer dat we mogelijk maakte als gemeente om dat soort bureaucratische zaken weg te werken. Ja. En dat willen we eigenlijk veel meer doen door middel van maatwerk. Ja. Het lijkt me goed om het allemaal iets te gaan concretiseren van wat is nou precies de rol van gemeente, hoe kunnen we dat doen? Zoals gezegd, een paar jaar geleden is er dus een voedselvisie gelanceerd. Sebastiaan Aals van Food Cabinet heeft daar vorig jaar een stuk over geschreven wat ervan terechtgekomen was. En die heeft dat voor ons nog eens geüpdate en nog eens doorgeplozen. Dus geef hem een applaus aan Sebastiaan Aals. Goed. Ik vind het ook heel fijn om hier te zijn en te zien dat er weer zo'n volle zaal is. Ik ga eventjes voor de mensen die visie helemaal niet hebben meegekregen, voor wie dat misschien de voedselvisie überhaupt een nieuw woord is, gewoon eventjes bij het begin beginnen. Dat is inderdaad 2 jaar geleden. Toen is er na flink wat ambtelijke ontmoetingen, een ambtwoninggesprek, een maatschappelijke dialoog, is die visie vastgesteld door de gemeenteraad. En eigenlijk was het voor het eerst dat de gemeente zo expliciet de relatie tussen stad en de voedsel en voedsel legde en het belang daarvan duidde. In de visie met de titel Voedsel in de stad werd het verband gelegd tussen onder andere voedsel en gezondheid, de economische kracht van de stad en de regio, sociale cohesie en duurzaamheid. En het leggen van die verbanden was ook een van de belangrijkste doelen van die visie. Zodat het mogelijk zou worden om voor het eerst eigenlijk een keer samenhangend beleid te gaan ontwikkelen. Omdat voedsel nou eenmaal een thema is wat heel snel met allerlei andere onderwerpen te maken heeft. En waar het al snel gebeurt, niemand zich er echt voor verantwoordelijk voelt. Het document zelf bevat allerlei ronkende teksten als geen voedsel, geen stad, geen Amsterdam. En beschrijft ook uitgebreid hoe belangrijk voedsel van oudsher is geweest voor de ontwikkeling van de stad en de regio. Maar het gaat onder andere ook in op hoe die relatie is veranderd. En wat ik wel mooi vond is dat er heel optimistisch wordt beschreven in de verleden tijd. De volgende zin. Productie en verwerking vonden buiten de stad plaats. En stedelingen hadden geen idee meer waar hun voedsel vandaan kwam
en hoe het op hun bord belandde. Nou ja, ik durf te betwijfelen of die tijd nu helemaal achter ons hebben gelaten. Maar ik vond het wel een geruststellende vaststelling. Nou goed, naast dat het dus een beschrijving van het belang voor voedsel van de stad bevatte, ging het gelukkig ook op een aantal hele concrete punten in. En één daarvan was het tot stand brengen van het voedselinformatiepunt. Dat werd net al eventjes genoemd. En nou ja, in de wandelgangen werd het dan het VIP genoemd. En het... En een ander punt wat in die visie werd, naar voren werd gebracht, is het jaarlijks organiseren van een Amsterdam Food Conference. Nou ja, Tim gaf het net al eventjes aan. Vorig jaar een ingezonden brief gestuurd naar Parool, omdat nou ja, juist deze concrete actiepunten eigenlijk achterwege bleven. De actie bleef in ieder geval uit. Nou ja, we vonden het vooral heel erg zonde van alle energie en de tijd die erin was gestopt. Want ook zoals vanavond... Elke keer dat er inderdaad avonden of middagen werden georganiseerd, waar mensen werden gevraagd om mee te denken over die visie. Het was keer op keer was het weer drukte van je welste. Dus die energie, die was er zeker wel en die ambitie. Alleen, ja, het leek nu een beetje op zijn gat te vallen. Nou ja, wat we ook wel zagen is dat in de gemeenteraad inmiddels natuurlijk een wisseling van de wacht had plaatsgevonden. Een jaar geleden ongeveer. En dat de visie überhaupt op niet zoveel enthousiasme bij iedereen kon rekenen. En wie het document zelf heeft bestudeerd, die kan ook lezen dat auteurs zelf ook geen wonderen verwachten van het document. Want een van de vragen die door hen bijvoorbeeld gesteld wordt is, kun je obesitas werkelijk te lijf met een voedselvisie die een ander voedingspatroon stimuleert? Of ligt er een bredere sociaal-economische problematiek aan de grondslag? Nou, wat mij betreft is dat een retorische vraag, want nee, we kunnen een complexe uitdaging als obesitas, overgewicht, zeker niet te lijf met de voedselvisie alleen. En ja, er ligt een veel bredere sociaal-economische problematiek aan de grondslag. Dat is ook een van de onderwerpen waar de Amsterdamse hoogleraar Jaap Seidel eigenlijk bijna wekelijks over schrijft in het Parool. Maar wat ik interessant is, dat inmiddels ook bijvoorbeeld een gerenommeerd tijdschrift als de Lancet, een medisch tijdschrift, vorig jaar nog een heel nummer aanwijden van nou, wat eigenlijk dus die relatie is tussen zaken als overgewicht, obesitas en die voedselomgeving. Want dan komt het dus ook, kom je ook een beetje op het terrein van de gemeente. En eigenlijk waar dat hele ingewikkelde lange artikel over gaat, is simpel gezegd dat naarmate je minder geld hebt, de kans groter is dat je in een omgeving woont en werkt met een overkill aan ongezond voedsel. En dat er een grotere hoeveelheid marketing voor ongezond voedsel over je heen wordt gestort, om het zo maar te zeggen. De vraag is dan of het dan raar is als je overgewicht en obesitas daar dan juist problemen vormen. Ja, de Wageningse hoogleraar Kees de Graaf die heeft het heel treffend gezegd. Overeten is een normale reactie op een abnormale omgeving. Nou ja, mijn bescheiden mening is dat ook wanneer je gelooft dat de markt zijn werk zal doen, en dat elke vorm van ingrijpen in dat voedselaanbod eigenlijk al te veel is of betuttelend, dat je nog steeds verplicht bent om jezelf de vraag te stellen voor wie is die markt dan aan het werk? En als we dan in Amsterdam kijken, inderdaad, het werd net al even genoemd, die ijssalons, de wafelwinkels, kun je afvragen van zijn die er dan voor de Amsterdammers of meer voor de snackzuchtige toerist? En hoeveel keuze levert dit type aanbod ons daadwerkelijk op? Nou ja, je kunt je afvragen of er dan helemaal niks is gebeurd, want zo klinkt het nu misschien. Dat zou ik zeker niet willen zeggen. Wethouder Van den Burg is iemand die onverminderd inzet om jongeren weer fit te krijgen. Er zijn ideeën geopperd om snoep- en frisdrankautomaten uit scholen te weren. Er is een gemeentelijk agenda groen. Nou, daar is wat budget gereserveerd om bijvoorbeeld met stadslandprojecten aan de slag te gaan. En de gemeente heeft onlangs nog een Green Deal gesloten waarmee ze dan alternatieve eiwitbronnen willen promoten. En een andere actie die onlangs vanuit de gemeente is geïnitieerd is om het Milano Food Charter te ondertekenen. En dat is eigenlijk een soort pact samen met ongeveer 100 andere Europese steden waarin ze commitment uitspreken dat Amsterdam voedsel en met name dan een duurzamer voedselsysteem belangrijk vindt. Nee, dus mijn conclusie eigenlijk, als je dat zo bij elkaar optelt, is dat er vooral zich een beetje een schizofreen beeld aftekent. Hè? Dus dat aan de ene kant blijven de acties die in de visie benoemd waren, die blijven liggen.
Maar we zijn ondertussen wel allerlei nieuwe dingen aan het doen. Nou ja, dan wil ik nu eigenlijk, of zeker ook omdat deze avond natuurlijk ook in het teken staat van de ambachten, niet voorbij gaan aan de vraag van hoe die dan verband houden. Dus enerzijds die visie, wat de gemeente doet en de verhalen van zojuist. Nou, om te beginnen vind ik het interessant dat juist incidenten met voedselkwaliteit en voedselveiligheid er vaak toe leiden dat mensen liever kiezen voor lokale producten, ambachtelijke producten. Producten die ze, waarvan ze het gevoel hebben dat de mensen die ze maken ook snappen hoe ze gemaakt worden, weten waar ze vandaan komen. En dat de bestuurlijke reflex juist is om met nog meer regels dat type productie nog moeilijker te maken. En nou ja, goed, ik denk dat de pastijbakkerij daar een uitstekend voorbeeld van is. En terwijl ik dat zeg, moeten we ook eerlijk zijn, want dat het werd net al even genoemd, dan hebben we het natuurlijk niet over lokaal beleid, wat dat in de weg staat. En nou ja, een ander punt is dat ambachtelijk bereid voedsel natuurlijk niet per definitie gezond is. Mijn overtuiging is ook dat ambachtelijk voedsel wel bijdraagt aan de gezondere voedselomgeving, maar dan meer omdat ze bijdraagt aan een voedselcultuur waarin ruimte is voor individuele voorkeuren. Want massaproductie, het woord zegt het al, is altijd gericht op de massa en om de massa te bereiken kun je het niet permitteren om producten te produceren met uitgesproken smaken, juist verfijnd of juist heel verfijnd. En ik denk dat er absoluut een relatie is tussen die smaakvervlakking die daardoor plaatsvindt en aan de andere kant onze voorkeur voor zoet, zout en vet eten. Om weer even terug te komen op de rol van de gemeente. Als we enerzijds investeren in zaken als schooltuinen, boerderijeducatie, wat denk ik heel goed is, is het interessant om ook na te denken, of valt in ieder geval wat voor te zeggen, om ook te laten zien hoe het vervolgens gemaakt wordt. En ik denk dat daar echt nog een wereld te winnen is. Dus door ook meer zeg maar, de educatieve functie van ambachtelijke productie daar meer mee te gaan doen. En om af te sluiten wil ik nog één keer dan terugkomen op de visie en dan daarnaast ook het woord nooit meer gebruiken. Ik moest opeens denken wat onze premier ongeveer 2 jaar geleden stelde in de HJ schoollezing, als iemand zich dat nog kan herinneren. Visie is als de olifant in de kamer die het uitzicht belemmert. En ik geloof dat ik Rutte in dit verband op dat punt helaas gelijk moet geven. Er lijkt inderdaad sprake van een olifant die het uitzicht belemmert. Want als we nu even terugkijken, dan zien we dat eigenlijk juist sinds de visie gepresenteerd is, er geen sprake meer is geweest van gesprekken. Terwijl die daarvoor, toen we eraan aan het werken waren aan die visie, dat die om de havenklap plaatsvond. En dat er eigenlijk daarna een heleboel energie en enthousiasme daarin ontstond. Dus, wat mij betreft, laten we de visie het uitzicht niet langer bederven. En zoals wel vaker was het proces naar de totstandkoming van de visie misschien nog wel interessanter dan het resultaat. En daarbij bedoel ik vooral dat eigenlijk het werken aan die visie een kader bood, wat heel interessant was en wat aanleiding bood om als gemeente en talloze initiatieven van stadslandbouw tot bierbrouwers met elkaar in gesprek te gaan. En mijn voorstel zou zijn om die draad vanaf vanavond weer op te pakken. Yes. Marianne, een open uitnodiging om weer wat meer in gesprek te treden met de ambachtelijke ondernemers. Hoe zou zo'n gesprek eruit kunnen zien volgens jou? Ja, allereerst natuurlijk ontzettend graag. Dat is natuurlijk een hele mooie uitnodiging waar ik denk dat de gemeenteraad ook hartstikke graag op in zal gaan. Kijk, voor mij, ik zei het net ook al en ook voor de VVD is het echt van belang dat we mensen laten ondernemen. En daarin ben ik het ook eens. Het hebben van een visie, ja, belangrijk. En ik ben ook iets minder pessimistisch over wat er allemaal gebeurd is na het vaststellen van de visie dan wat ik hier vanavond hoor. Maar wat mij betreft is het belangrijk om met de ambachtslieden, met de ondernemers in gesprek te gaan. Hoe kunnen wij als gemeente nou helpen om jullie te laten ondernemen? En dat gesprek gaat graag. Ik heb één ding gehoord wat ik meerdere keren gehoord heb vanavond. En dat is bijvoorbeeld dat voedselinformatiepunt. Dat staat dan wel voor iets, namelijk contact met de gemeente om informatie in te winnen. Dat is er bijvoorbeeld niet gekomen.
Wat is er dan wel gebeurd sinds die voedselvisie dat die informatieuitwisseling stimuleert? Nou, zoals al gezegd, ik ben er wat minder pessimistisch over. De voorbeelden over de obesitasaanpak werden al genoemd. En als je kijkt naar de resultaten, die zijn er. Nog steeds zijn veel kinderen veel te dik, maar de eerste resultaten, die zijn er. Als je kijkt naar de pilots met de foodtrucks, als je kijkt naar de mengformules waar steeds meer ruimte voor komt. En mengformules zijn dan dat je in een boekwinkel ook een drankje mag schenken. Maar bijvoorbeeld ook dat een slager een kookworkshop kan organiseren. Dat zie je echt steeds meer komen. Dus ik ben daar toch een stuk minder pessimistisch over die uitwisseling. Ja. Maar is het niet raar dat er aan de ene kant inderdaad, ik bedoel, pessimistisch is een groot woord, maar er gebeurt inderdaad wel het een en ander. Maar het lijkt zo versnipperd, zeg maar. Terwijl het idee van bijvoorbeeld zo'n informatiepunt of van die hele voedselvisie zelf, was volgens mij nou juist dat er een aanspreekpunt zou komen en een soort link tussen die verschillende hoeken waar dingen als voedsel, gezondheid, duurzaamheid, dat soort dingen elkaar raakte. En dat is misschien wat Sebastian bedoelt. Ik wil niet voor jou spreken, maar wat er een beetje mist nu. Ja, ja. Ja, dat hoor ik ook. En dat kan ik me ook wel voorstellen, om heel eerlijk te zijn. En wat ik daar toch weer een klein beetje tegenover wil zetten, om niet alleen maar informatiepunten te gaan oprichten, is dat je nu ziet dat heel vaak zaken dus ook terugkomen in duurzaamheidsbeleid, maar dus ook in de aanpak van obesitas. In bijvoorbeeld, dat is het andere voorbeeld wat ik nog wilde geven, het ook weer met een duur woord flexibel bestemmen, zodat je bijvoorbeeld braakliggende terreinen voor stadslandbouw kan gebruiken. En vergis je niet, hè, in de voedselvisie staat een klein kaartje met waar allemaal stadslandbouw plaatsvindt. Nou, dat is nu ondertussen 2 jaar oud. Ik heb vandaag net even op de website gekeken waar dat allemaal plaatsvindt. En de hoeveelheid plekken is ruimschoots verdubbeld. En dan heb ik het niet van 2 naar 4, maar dan heb ik het over van 50 naar, naar 100 plekken. Ja. Dus ik hoor het ook en ik trek het me ook aan, dat aanspreekpunt. En tegelijkertijd denk ik, laten we ook onze zegeningen tellen dat er op heel veel plekken aandacht is. Maar Chair, bijvoorbeeld, we kunnen het over. Het zijn eigenlijk 2 discussies. Er is de discussie van het ambacht, waarom we dat moeten hebben, en de discussie van de ondernemer die gewoon wil ondernemen. Tegelijkertijd zie je ook, als je naar het straatbeeld kijkt, er komen IJsselons en wafelketens. Je ziet berichten over dat de huren voor de kleine ondernemer enorm aan het stijgen zijn in de binnenstad. Wat kunnen jullie als college of als gemeente dan doen om die kleine ondernemer iets meer ruimte te geven om te ondernemen? Nou, op het moment dat je ziet bij grote winkelgebieden, zie je ongelooflijk veel winkelpanden die steeds vaker doorbreken. En dan is de kans heel erg groot dat er grotere ketens komen. Letterlijk de muren doorbreken. Ja, letterlijk. Gewoon een grote opvang. Ja, dus bijvoorbeeld zo'n grote keten als de Primark, die is gewoon op zoek naar hele grote winkelketens. En dus bijvoorbeeld ook in de herprofilering van de Ferdinand Bol bijvoorbeeld, zijn er grote ketens die zijn echt op zoek naar grote panden. Wij kunnen dan als gemeente bijvoorbeeld zeggen van nee, wij willen kleinere metrages. Voor kleinere winkels, zodat ambachtelijke winkels niet zulke hoge huren hoeven betalen voor dat soort zaken. Daar kunnen we iets aan doen. Maar branchering is echt een van de zaken waar we weinig aan kunnen doen. Wij kunnen wel met strategisch vastgoed, wat we zelf hebben, kunnen we eventueel zeggen van we doen daar een kringloopwinkel of iets dergelijks. Maar we kunnen niet zeggen zet daar ambachtelijke onderneming neer. Want dan zijn we dus als overheid zijn we aan het concurreren. Dus dat kunnen we niet doen. Dus je moet ook reëel zijn in dat soort kwesties. En natuurlijk denk ik de manier waarop wij ondernemers proberen te stimuleren is juist de mogelijkheid creëren in bijvoorbeeld leegstaande panden winkels te kunnen creëren. Alleen die moeten er ook wel zijn. Ja. Maar zou je dan bijvoorbeeld wel, want ik hoor heel erg aan de ene kant bij jou ook de regels, hè, van laat de ondernemers gewoon ondernemen. De ene ondernemer is de andere niet, zou ik zeggen. We hebben het net ook al over de wafelwinkels en de ijsselons zijn een beetje de boemannen van het centrum op dit moment. Dat komt ook een beetje door het parool, maar in ieder geval, het gaat ook om het wordt ook zo ervaren hoor. Zeker ook zo ervaren en ik bedoel, ik noemde net ook alles waar je langskomt als je vanaf het centraal komt. Er zijn gewoon heel veel, laagwaardige horeca, ongezonde zaken, keten, restaurants.
Hoe maak je als overheid onderscheid tussen winkels die je wel graag wil hebben? Dat je zegt, wij waarderen de kleine ambachtslieden en winkels die je liever niet wil hebben. Is daar überhaupt mogelijkheid toe voor zo'n soort proactieve aanpak? Kijk ze allemaal mee. Ja, nou ja. Chair zegt dat brancheren niet mogelijk is. Ja. Maar dat ik heb mij vandaag daar wat over geïnformeerd. Je kunt daar best mee gaan experimenteren. En dan geef je dus niet alleen meer de bestemming winkel. Maar dan zeg je levensmiddelenwinkel. En misschien moet je zelfs durven zeggen vers voedselwarenwinkel. Dus misschien kun je daar wat aan doen. Verder is het zo dat ironisch genoeg die tsunami aan wafelwinkels die we hebben is het gevolg van een versoepeling van een regel. Hè? Daar is een loop in de wet gecreëerd, waardoor nu opeens de hele stad vol zit met die wafelwinkels. En ja, Sebastian, een wafelwinkel of een ijswinkel. Of een ijswinkel. Of een, precies, dat is hetzelfde als een schoenenwinkel in bestemmingstermen. Dus die regel zou je terug kunnen draaien en dan kun je daar wel wat aan doen. En dan zit er weer een schoenenwinkel. Nou ja, of een levensmiddelenwinkel, of een vers voedselwarenwinkel, of een, dat hoeft niet per se een Nutella-shop te zijn, of een flagship store van een internationale keten. Dus ik denk dat dat wel kan. En dat brengt me ook een beetje met een link naar iets wat Sebastian inbracht, hè, die ongezonde voedselomgeving die wij hebben. Obesogeen is daar een moeilijk woord voor, hè, maar die lokt uit tot slecht eten. En daar moet je volgens mij dus als overheid ook wat aan willen doen. Door te zorgen dat er gezondere winkels zitten. Dat mensen weer weten waar voedsel vandaan komt. En dat kan. En daarnaast denk ik dat de overheid kan meer doen. De voedselvisie ging echt over acties die de gemeente zou ondernemen. Naast alleen maar kijken wat ondernemers zelf doen. Wat heel belangrijk is. Daar moet je ruimte voor creëren. Waar regels in de weg zitten, moet je kijken of je oplossingen kunt vinden. Maar dat zijn vaak Europese regels of landelijke regels. Dat is ook de handelingsruimte van Amsterdam beperkt. Moet je wel naar zoeken. Maar ik hoor Sebastian vragen om die gesprekken weer. En Cher die zei net, in de Albert Heijn vind je alleen maar liefdeloze waren, maar Oedipus kan ik gewoon in mijn Albert Heijn kopen. Dat staat daar in de schappen. En dat komt volgens mij doordat je verbindingen legt tussen lokale ondernemers en grote ondernemers aan een gesprekstafel. En dat was precies het doel van zo'n food conference. Ja, er zijn voorbeelden van. Toronto was de eerste. Rotterdam heeft dat, een food council. En daar zet je allemaal voedseldeskundigen en ondernemers en voedselleveranciers en Albert Heijn en weet ik wat bij elkaar om te praten en verbindingen te leggen. Ja. Nou, dat stond in het plan van de voedselvisie. Ik snap niet waarom we dat niet doen. Ja. Dat kunnen we gewoon weer gaan doen. En nog één laatste voorbeeld en dan geef ik hem terug. Er is een ander heel mooi voorbeeld van hoe de gemeente in een vergelijkbare branche stimuleert dat er dingen gebeuren die wij willen. En dat is het succesvolle broedplaatsenbeleid van de stad Amsterdam. Ja. De kunstsector, die stimuleren we en die helpen we. En waarom kan zoiets niet met ambachtelijk voedsel? Waarom zou je geen foodhubs creëren aan de rand van de stad, waar je voedselondernemers bij elkaar zet, waar je mensen opleidt om ambachtelijk voedsel te creëren, waar je misschien streekproducten heen raadt. Dat lijkt me een stevige impuls. En dat vergt echt een actief optredende overheid die dat wil en die zegt, wij doen meer dan alleen maar financieren en regels wegnemen. Ja. Dus ik denk dat er van alles kan. Maar daar is natuurlijk ook niks mis mee. En dat kan natuurlijk op dit moment, kan dat ook al. En als je kijkt van welke rol pak je nou als gemeente en als overheid. En ik snap dat jij veel meer een voorstander bent van branchering dan dat ik dat vanuit de VVD zou vinden. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe dat, het prachtig voorbeeld is altijd de Haarlemmerstraat. Of tegenwoordig ook al een klein beetje rondom het Rokin. Waar niet zozeer sprake is van branchering, maar wel sprake is van een hele actieve ondernemersclub. En van zogenaamde winkelstraatmanagers. Die veel meer bezig zijn met van, hoe breng ik nou vraag en aanbod met elkaar in overeenstemming. Ik zie daar veel meer in dan in branchering. Ik ben niet zo van een overheid die gaat bepalen van, daar komt deze winkel en daar komt deze winkel. En maar zoals u zegt, dat regelen de winkels zelf wel? Ja, dat regelen winkels zelf, of liever gezegd in een ondernemersvereniging en samen met zo'n winkelstraatmanager. En Haarlemmerstraat is daar een voorbeeld van, Rokin, maar ook andere straten in Oost zie je dat gebeuren. Waar dan ook een heel divers winkelaanbod ontstaat, wat natuurlijk super is en wat we allemaal graag zien. Maar er is dan nog een derde aspect, want ik las het nieuws bijvoorbeeld dat de ijszaak Montepelmo, die heeft dan zo'n mooi bord hangen en dat mocht dan niet meer, want dat was een oud bord. Ik heb ook wel eens verhalen gehoord van mensen die zeiden, ja, ik heb een mooi restaurant en ik ga op straat wat worstjes barbecuen en dat mag dan ook weer niet. Kunnen we daar, of moeten we daar niet iets aan doen? Tuurlijk.
ja, het verhaal van Montepelmo, dat is natuurlijk, dat wil je natuurlijk niet. Dat ziet eruit als een prachtig bord. Dus daar zijn ook ondertussen vragen over gesteld van waarom mag dat nou niet? En als je het mij vraagt, mag dat prima? En zijn dat nou van die regels om van te zeggen, laten we daarmee stoppen? Ja. Kijk, als je het hebt over worstjes barbecuen op straat, wat ik overigens ook prachtig vind, hebben we het natuurlijk ook over voedselveiligheid. En daar vind ik dat we geen concessies aan moeten doen. Daar moet je wel degelijk heel zorgvuldig mee zijn. Maar ik denk dat niemand het daar ook mee oneens is. Maar kunnen we geen kleine uitzondering maken? Hartstikke mooi restaurant, kennen we al jaren, top producten. Jullie mogen dan die worstjes voor één keer eens doen. Ja, nou ja, weet je wel, ik vind het een hele interessante discussie. Hè? Natuurlijk uitzonderingen maken, prima. Maar ik wil even terugkomen op iets veel belangrijkers. En ik mis dat echt in deze discussie. Namelijk als we het hebben over een visie. En ik vind het daarom heel schrijnend, hè, dat Rutte dat zegt, hè, over die visie. Als we nou echt over voedselvisie hebben, voor wie is die voedselvisie nou werkelijk? Hè, op dit moment hebben we te maken met een stroom van vluchtelingen. Die krijgen gewoon echt smerig vreten van HVO Querido. Die krijgen een plakje kaas met een boterhammetje dat die mensen ontzettend graag zelf willen koken. Voedselbanken, als je ziet wat je daar krijgt. Als we nou echt over een voedselvisie hebben, dan wil ik de zaal ook uitnodigen. Voor wie is die visie nou werkelijk? Wij voeren een luxe discussie. Ja, absoluut. En ik vind dat we nou eens een keer, als we het over visie moeten hebben, dan moeten we ook een visie hebben voor de mensen die het echt nodig hebben. He, die echt aan de rand van de samenleving. Maar kan dat niet hand in hand? Ja, tuurlijk. En daar, dat gesprek is veel belangrijker. Dus daarom vind ik ook dat bijvoorbeeld een voedselvisie waar u het net over had. He, daar staat bijvoorbeeld een voorbeeld over een food conference. He, door de Amsterdam Economic Board. Denk van, wie heeft nou in hemelsnaam een food conference nodig? He, laten we nou eens een keer goed eten voor de mensen die het echt nodig hebben. Want die hebben het echt op dit moment nodig. Die zitten in armoede, die hebben grote problemen. En die mensen hebben goed voedsel nodig, omdat die aan de rand van staan. En laten we die discussies voeren met de ondernemers. Maar de discussie vanavond gaat natuurlijk over kleine ambachtslieden. Jawel, maar we hadden het over voedselvisie. Hè? Kinderen in Afrika gaan dood van de honger. We hadden het over een voedselvisie. Ja. Als je een visie hebt, voor wie is die visie nou werkelijk? En ik denk dat als we het hebben over een voedselvisie, dan moeten we concreet zijn. En dan bijvoorbeeld zien wat bijvoorbeeld vrijhandelscontracten op dit moment met ons voedsel doen. Hè. Als je bedenkt dat een TTIP straks bepaalt hoe ons voedsel eruit gaat zien. Hè, dan kun je nog zo praten over ondernemers en over regeluwe zones en over broedplaatsen. Maar dan zit je toch bij de verkeerde discussie. Nee, ik denk het niet. Ik denk als je het over een visie hebt, dan moet je echt een visie hebben en je afvragen voor wie. Als we het over voedselvisie hebben. Maar hoor ik er eigenlijk ook mee als je over die vrijhandelsverdragen zegt, wij als gemeente kunnen niet zoveel We zullen regels er iets aan moeten doen. Want als we niks tegen dat TTIP doen, tegen dat vrijhandelscontract, dan zijn er gewoon grote concerns die bepalen. En dan kun je nog zo mooi praten over ambachtelijke ondernemers. Die worden gewoon ingekapseld door die vrijhandelscontracten. Ik zoek meer de kleine ondernemer die hier in de zaal zit, die vraagt zich af, wie kan de regel die mij tegenhoudt of blokkeert, wat ook een ik zou de vergelijking met vluchtelingen niet willen maken, want dan vertroebelt het zo de discussie, maar nee, die heeft een probleem. Een nee, maar een kleine ondernemer die heeft een probleem met een regel en die wil het oplossen. Ja. Waar moet hij dan naartoe? Moet hij dan naar de gemeente? Gaat de gemeente het oplossen? Want ik meen het te horen, maar corrigeer me vooral dat het grotere krachten zijn dan de gemeente. Nou, de TTIP is een van die grotere krachten die wel degelijk onze voedselvoorziening gaat bepalen. En wat kan de gemeente dan doen? Daar kan de gemeente iets aan doen, namelijk door bepaalde zaken niet te privatiseren. Dus als jij bijvoorbeeld de voedselvoorziening in ziekenhuizen, voedselbanken, vluchtelingenhulp niet privatiseert, hè, dus dat die clubs dus niet van buiten komen, dat je dat zelf bepaalt, dan kun je die voedselvoorziening zelf voor de mensen die het echt nodig hebben, hè, die goed voedsel nodig hebben, kun je bepalen. En dan is het echt niet bepaald door vrijhandelscontract. Ja. Ik ben van GroenLinks, dus de kritiek op TTIP is me uit het hart gegrepen. Laten we daar niet meer over praten. Nee, dat ben ik met je eens. Wat ik wel denk, dat een voedselvisie of een vervolg op de huidige visie, want we praten vandaag over ambacht, over het belang van educatie, over voedsel, weten waar je voedsel vandaan komt. Maar wat ik net al zei, in Zuid is geloof ik, heeft 10% van de kinderen obesitas. In die West is dat 35%. Ja. Obesitas is een armoedeziekte. Dus als je het over voedselvisie hebt, dan moet je ook praten hoe gaan we dat oplossen en hoe gaan we zorgen dat iedereen in Amsterdam goed eten krijgt. En dat doe je onder andere met educatie. Dat doe je onder andere door cola-machines te weren uit scholen. Scholen worden soms gesponsord door cola, met cola-machines
En met wat geld. En dan leren die kinderen van jongs af aan cola drinken. En die scholen hebben wat extra geld om onderwijs te bieden. Maar dat moeten we dus niet willen. En de wethouder van de burger heeft wel de intentie uitgesproken daar wat aan te doen. Dus daarvoor hulde. Ja. Maar dat is nog niet gelukt. Dat zijn we nog niet aan het doen. Dus daar moeten we bijvoorbeeld op doorpakken. En ik zie daar volgens mij iemand die er wat over wil zeggen. Ja. Maar dat zijn volgens mij thema's waar we het dan over moeten hebben. Dus dat, ben, goed, ik, dat ben ik wel met je. Kijk, wat ook heel belangrijk is, bijvoorbeeld, had ik een voorbeeld op de Marnixstraat, waar dus momenteel een grote groep vluchtelingen zit, is dat zij dus voedsel krijgen van de HVO Querido, een andere organisatie. En dat is gewoon echt heel slecht voedsel, terwijl die mensen willen heel graag zelf koken. En als je dan een visie op voedsel hebt hier in Amsterdam, dan wil je dus dat die... Maar daar hebben we geen visie voor nodig, hè? Dat kunnen we volgens mij... Maar ik denk het wel. Dat gebeurt ook wel, hè? Ja. Op de Havenstraat gebeurt het namelijk wel. Ja, op de Havenstraat gebeurt het wel. Dat is ondertussen, overigens in het begin ook niet, maar daar wordt inderdaad ondertussen gewoon gelukkig zelf maar ik dacht om discussie, misschien, we zitten in een zaal met allemaal mensen die ondernemen en die het vak hebben. Misschien is dit een goed moment om eens te kijken of er wat vragen uit de zaal zijn waar we op kunnen reageren. Het is nu... 3:15, dus ik stel voor dat we 3 à 4 vragen doen en dan wat gaan drinken, want dat is ook altijd belangrijk. Eerste vraag. Ja, 1 opmerking. Ik snap niet wat een glaasje wijn bij de slager met obesitas te maken heeft. Ten tweede, ik weet dat op dit moment in de Damstraat, niet het meest gelukkige straat in Amsterdam, een enorm groot pand, waar vroeger geloof ik Leger des Heils zat, verkocht gaat worden door de gemeente aan een grote ondernemer. Want de gemeente wil het niet verkopen aan de kleine ondernemers die daar zitten. Nou, wat gebeurt er? De kleine ondernemers die daar zitten, die zijn over een half jaar, als het door de gemeente verkocht is aan een grote ondernemer, die zijn hun plek kwijt. Dus jullie namens de gemeenteraad kunnen hier wel braaf praten wat de gemeente kan doen. Maar ik kan ook tegen het gemeentebestuur zeggen van, geef die mensen een kans. Kunt u zeggen over welke vraag? Ondernemers het nee, dat, groot, dat pand wordt aan een groot ondernemer verkocht. Maar wie zitten er? Onder andere de kaasboer. Ja. Nou, die gaat daar weg, want die kan die huur die verdriedubbeld wordt niet verkopen. Hij wil zelf graag alleen dat kopen, als dat zou lukken. Maar dat kan niet, want het hele pand wordt in 1 keer aan een groot ondernemer verkocht. Dat is beleid van de gemeente. Ja. Nou, dat gaat geheel tegen al deze mooie verhalen in. Nou. Ja, de vraag is in die zin helder. Wat gaat daar mis als we dit vanavond zo horen? Ja, dat vind ik ook heel lastig, want ik ken de case niet. Waar ik overigens graag zo meteen nog even met u over doorspreek. Kaas. Nee. Casus. Ja, precies. Willem Eltschot. Ja. Kaas. Kijk, je komt hier een beetje in de situatie. En dat is natuurlijk ook lastig, waarbij je enerzijds het beleid hebt van de gemeente. Wat ik zelf heel erg goed vind. Dat je zegt, ja, ik wil niet als gemeente vastgoed in bezit hebben. Want ik ben nou helemaal geen vastgoedboer. En daar ben ik het hartstikke mee eens. En je komt inderdaad dan op dit soort punten waar dat ook enorm kan gaan knellen. En ik zou er een groot voorstander van zijn dat als het kan dat ondernemers en kleine ondernemers zo'n pand dan zelf in eigendom kunnen krijgen. Ja, daar ben ik een groot voorstander van. Ja, maar dat is niet de doelstelling van het college. Daar moeten we dan ook eerlijk over zijn. Nee, dat is het doel van het college is niet alleen geen vastgoed meer hebben, maar ook met de verkoper van zoveel mogelijk geld ophalen. Terwijl ik zou denken, als je wil dat je ambachtelijke voedselmensen in de stad houdt, dat je dan zegt, ik wil niet zoveel mogelijk geld ophalen, ik gebruik mijn vastgoed om de kaasboer, de slager, de groenteboer, weet ik wat te behouden. Dat is ook, en daar kun je voor kiezen. Dat is ook niet waar, hè? Wat er gebeurt en dat... Vind ik ook heel normaal, hè? Want dat moet je ook gewoon, is een marktconforme prijs vragen. Dat vind ik ook heel normaal, want dat is een beetje waar Thierry het zo net ook over had. Ja, je bent als overheid een partij waarbij we als we het vastgoed willen verkopen natuurlijk niet kunnen zeggen, we gaan het onder die marktprijs verkopen. Maar nogmaals, hè, als het kan, als ondernemers het kunnen kopen, en er zijn voorbeelden genoeg van waar dat echt kan, graag. Maar ik hoor in ieder geval een uitnodiging tot een gesprek over deze. Nou, dat is een goed begin. De volgende vraag. Daarboven zie ik iemand heel erg zwaaien. Die maakt wel heel veel indruk. Sorry hoor. Ja. Goedenavond. Wat is uw vraag? Ik ben Tanja en Broeder van Eetbaar Amsterdam. Ook betrokken bij de voedselvisie. 2 jaar geleden hebben we ons helemaal aangegeven.
Ik ben heel dankbaar voor de woorden van Sebastiaan vanavond. Ik vind dat een zeer goede weergave van de inspanning die heeft plaatsgevonden. Ja, ik vond het ook een hele komische conclusie van Sebastiaan. Die visie heeft ons uitzicht en inzicht in de kwestie volledig verduisterd. Ja. En die food conference, dat was eigenlijk een soort aanmächtig alternatief voor die food council die we zo graag wilden hebben. Wij wilden graag in deze stad een meer continu voedselgesprek voeren met alle spelers, aandeelhouders in de belangen voor een voedselvisie. Mm-hmm. Zodat we ook de kwestie die jij fantastisch hebt geagendeerd voor alle portemonneeën, voor alle mensen in deze stad goed voedsel bereikbaar kunnen maken. Heeft u ook een concrete vraag aan de mensen? Nou, mijn vraag is, ik heb pleidooien mogen voeren bij de Raad voor die voedselvisie. Ik heb meegemaakt hoe daar de hamer op viel onder wethouder Ossel. Iedereen heeft voor die visie gestemd, behalve de CDA. Die vond voedsel geen politieke kwestie. En wij in de kantoren Eetbaar Amsterdam zijn wild enthousiast over de acties van Foodkabinet. Maar wat wij niet begrijpen, hoe het mogelijk is dat een politiek die dat heeft afgehamerd 2 jaar geleden, zo'n visie zo volledig kan laten vallen. Ik begrijp het niet. Nou, dat is een heldere vraag. Hoe kan het dat het college toch heeft laten vallen, het nieuwe college, terwijl iedereen er vroeger achter stond? Chair, misschien. Ik denk dat het idee van een voedselvisie op zich heel goed is. Alleen, nogmaals, het moet wel concreet handen en voeten krijgen. En het klinkt allemaal hartstikke mooi, een food council. Het is ook allemaal prachtig. Maar ik denk eerlijk gezegd dat je, als je op een gegeven moment niet concreet gaat nadenken over wat voor stappen je echt daadwerkelijk gaat nemen die werkelijk zin hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van die obesitas aanpak, dan denk ik dat je gewoon de plank gewoon mislaat. En, ja, maar dat was een voedselgesprek juist voor bedoeld. Ja, maar wat schiet je op met een voedselgesprek? Jij hebt al stappen gezet. Het was dus een soort construct om tot een gecoördineerde actie te komen om precies concreet stappen te zetten met mensen die daar zich bij laten. Maar heeft er niemand verantwoordelijkheid? Ik denk dat op dit moment de armoede aanpak van vliegend hart, namelijk dat ervoor zorgen dat kinderen, arme kinderen, gewoon een ontbijt krijgen, veel belangrijker is dan een gesprek voeren op het niveau van een food council. Maar dat ontbijt moet op een bepaalde manier komen, dat ga jij er niet neerzetten, daar moet je samenwerken met meerdere partijen, ja, in de maatschappij, politieke ondernemers, en dat gebeurt. De maatschappij en het onderwijs. Dus dat gaat niet zonder gesprek. Nou, het interessante vind ik dat volgens mij, hè, en ik kijk ook maar even naar de zaal, dat juist als het gaat over de aanpak van obesitas, als het gaat over gezond voedsel op scholen, als het gaat over bijvoorbeeld het uitbannen van frisdrank op scholen, als het gaat over het drinken van water op scholen, maar ook in de buurt van sportcentra. Ik denk dat daar juist ontzettend veel stappen gemaakt zijn. Dus ik ben ook wel heel erg benieuwd wat u precies zoekt. Want dit zijn volgens mij nou juist dingen die of gerealiseerd zijn of aan het realiseren zijn. Hè. Ik was net nog even op de site aan het kijken van de gemeente Amsterdam over de obesitas aanpak. Nee, we zijn er nog niet. Maar je ziet dat het percentage te dikke en veel te dikke kinderen heel langzaam aan het teruglopen is. Maar als ik je dan goed hoor, dan is het eigenlijk de doelstellingen zijn niet veranderd. Alleen we hebben er niet meer dat rapport omheen, we pakken gewoon losse dingen nu aan en dat werkt prima. Nou, dat is ook waarom ik zeg dat ik er dus niet zo pessimistisch en sceptisch over ben. Omdat ik obesitas aanpak, gezond voedsel, de stadslandbouw, het flexibel bestemmen. Ik zie heel veel zaken gebeuren. En natuurlijk ga ik graag het gesprek aan wat er nog meer gewenst is en wat de politiek kan doen. Ja, want we hebben toch net van ondernemers wel het een en ander gehoord, waarbij er gezegd wordt, we hebben toch behoefte aan een soort centraal punt. Dus het is, je kunt inderdaad het idee van een soort voedselspil, zeg maar, kun je overboord zetten en zeggen, oké, nou, we doen het wel hier en daar, doen we iets. En soms doen we iets groots, het obesitas aanpak, en soms doen we iets kleins. Maar die speel die is eigenlijk niet nodig, is wat u zegt. Nou, dat weet ik niet. Ik hoor dat ook. Hè. Dus ook daar ga ik graag nog eens even verder over in gesprek. Kijk, als het gaat over die regels. Thier had het er ook al over. Hebben we niet voor niets als nieuw stadsbestuur de zogenaamde Paarse Krokodillenbrigade in het leven geroepen. En we noemen het niet voor niets een Paarse Krokodillenbrigade. Inderdaad, meld je met
Nou, dit soort rare dingen als Monte Pelmo of... ja. Nou, en natuurlijk kijken we ook graag wat we voor de pastijfabriek daarin kunnen betekenen. Meld je met dat soort zaken. Ja. En we gaan kijken hoe we dat kunnen oplossen. En het overigens ook direct kunnen vastleggen. Ja. Of eigenlijk misschien wel maar, niet vastleggen in regels. Ja. Ja, maar ik denk dat dat punt is gemaakt. Ik wil nog even naar een laatste vraag toe, denk ik, hiervoor. Ik heb in ieder geval twee keer een uitnodiging tot gesprek. Het wordt veel praten, maar dat, ja. Nou, ik heb dat verhaal van meneer Bakker was mij uit het hart gegrepen. Dat gaat even over de voedselverstrekking aan de vluchtelingen. Er wordt op dit moment worden er tienduizenden vluchtelingen in Nederland opgevangen. Daar geeft de overheid 100 euro per dag per persoon voor. Daarvan is 40 euro wordt uitgegeven aan het eten. Dat wordt uitgegeven aan één grote cateraar in Nederland. En ik zou willen vragen hoe het kan dat de politiek niet eens nadenkt over of we dan deze kleine ambachtelijke ondernemers, bijvoorbeeld in Amsterdam, 40 euro per dag. Ik weet zeker dat er ondernemers zijn die voor 40 euro per dag ook nog eens een keer beter eten kunnen verschaffen dan dat massaal geproduceerde voedsel ergens uit Krimpen aan de IJssel. Nou, dat is een... Ja. Kunnen we daarmee aan de slag, Tjer? Zeker. Ja? Ja, ik ben helemaal met mevrouw eens. Ik denk, als dat waar is wat zij zegt, moeten we dat doen. We hebben het hier ook over voedsel. En ik denk, je kunt dat punt ook algemener maken als we het belang ervan onderstreept hebben. Dat is namelijk dat de gemeente heeft een hele goede inkooppositie op het gebied van catering en voedsel. Waarom zou de gemeente niet in de kantines die wij hebben en in afspraken met de partners inkopen bij kleine ambachtelijke voedselmakers, streekproducten inkopen en noem zo maar op. Dus je kunt dat punt veralgemeniseren. Dat is nog een manier waarop we al deze mensen volgens mij kunnen helpen. Als een signaal om te laten zien dat het gewaardeerd wordt? Of? Dat het, nou, en dat je het wil stimuleren. Dat je zegt, wij willen geen massa geproduceerde voedselproducten van internationale ketens, maar liever duurzame, lokale streekproducten die ambachtelijk geproduceerd zijn. Ja. Ik wil even aansluiten bij Tanja den Broeder en wat je ook zei. Ik denk dat die speelfunctie heel belangrijk is, want voedsel zit nu echt, dat merk je ook, versnipperd over verschillende wethouders en verschillende woordvoerderschappen. En daar samenhangend beleid op krijgen is heel, heel moeilijk. En daar zou een centrale plek waar je erover praat echt een bijdrage kunnen maken. Daar zijn jullie het nog niet over eens in ieder geval. Nee, dat klopt. Maar tot slot dan, voordat we wat gaan drinken en eten. Ik heb in ieder geval een paar keer een uitnodiging tot gesprek gehoord. Er is een paarse krokodillenbrigade die voor individuele gevallen denken. Hey, bestaat die al? Of moet je ja, hij bestaat nu. Hij bestaat dus samen met de ombudsman. Ja. En kunnen we verder nog... Hoe kunnen we dit gesprek concretiseren? Want ik ben een beetje huiverig soms dat je dan zegt, we gaan enorm praten en dan zijn we twee weken verder en dan is iedereen dit vergeten. Kunnen we een uitnodiging doen uitgaan, bijvoorbeeld? En wat bedoel je met een uitnodiging doen? Nou ja, dat een aantal mensen die zich enorm bezig hebben gehouden met de voedselvisie of lokale ondernemers, dat die nog een keer kunnen komen met hun zorgen en met hun mening. Ja, natuurlijk. En hoe gaan we dat? Misschien moeten we dat zo eventjes bij een biertje bespreken. Oké, en dan mailen we dat. Wij kunnen, als we dat alle drie willen, dan kunnen wij gewoon inderdaad een voorstel doen om te zeggen, laten we een eerste food conference beleggen en al de mensen die dat willen bij elkaar roepen om te kijken wat het oplevert. Dus ik ben bereid om dat te doen. Als deze twee het ook zijn, hebben we volgens mij meerderheid. Ik zou het veel concreter willen. Ik zou dus eigenlijk een ambachtelijke MKB... een rapportage willen maken waar inderdaad een inventarisatie wordt gemaakt van al die problemen waar de ambachtelijke ondernemers op stuiten, dat we die gewoon gaan wegwerken. Kunnen we daar de hand op schudden dan? Ja, ik denk dat we dat gaan doen. Want MKB is ook nog eens een keer de banenmotor. En als we die banenmotor echt aan de slag helpen, dan kunnen we ook bij wijze van spreken de mensen die hier zo graag met z'n allen aan de slag willen in die ambachtelijke winkels, kunnen we ook de ambachten bijbrengen. En dan vervolgens ook naar een betere voedselverstrekking van de Amsterdammer toe leiden. Ja. Nou, dat lijkt me een... Wat vind jij, Hiske? Ik vind het wel een goede afslag. Dat is een mooie uit. Ja, toch? Ja. 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 Voor nu wil ik in ieder geval, blijf nog wel even zitten, iedereen hartstikke bedanken. Als eerste de gemeenteraadsleden Marianne Poot, Jasper Groen en Tjer Bakker. APPLAUS.
En verder de andere sprekers van vanavond: Dini Schouten, Floris Bresten van de Pasteibakkerij, Bastiaan Aals van Food Cabinet en Rick Nelson van Oedipus. En laten we vooral, er is dus paté van de Pasteibakkerij en er is voor iedereen een klein beetje bier van Oedipus. Dat kan daar gehaald worden. Ik zou willen vragen dat we het lekker snel en kort richting de documentaire gaan. Die duurt een half uurtje en dan kunnen we daar mooi mee door. Dus haal vooral wat te eten en te drinken. Ga nog even snel naar de wc en ga dan ook vooral weer zitten. Want dan gaan we zo kijken naar de documentaire over de Pasteibakkerij. Dank jullie wel.